Het is donderdag, 7:15. Ik ga zo direct even Mika naar school brengen. En dan loop ik gelijk even naar de supermarkt. Maar ik zei dat het heel glad was op de weg. Dus ik ga vandaag niet in mijn auto zitten. Ja, dat is nou eenmaal zo. Wat ga ik vandaag allemaal doen? Ik ga in ieder geval... nou, dat vertel ik straks wel. Doei doei. We zijn gisteren ook nog vergeten omdat het allemaal heel laat was. Nee hoor. Nee? Echt niet, die heb ik gedaan. Ja, je pakt hem ook gelijk. Ik dacht, eindelijk kan ik in mijn eentje een cadeautje uitpakken. Wat vind je? Je vindt het niet een oké ding, hè? Daar ben ik weer. Was trouwens helemaal niks bijzonders hoor. Dat ik niet wilde vertellen wat ik vandaag ging doen. Maar Mika die stond achter me. En wat ik vandaag ga doen is de cadeautjes onder de kerstboom doen. En dus nog de cadeautjes die we hebben. Die nog niet zijn ingepakt. Die moet ik nog even inpakken. Er is een voor- en een nadeel voor mij. Als ik cadeautjes van tevoren al koop. Want het... voordeel is dat ik alles gewoon binnen heb wat ik wilde kopen. Het nadeel is dat ik gewoon meer koop. Want elke keer als ik nu ergens langskom en ik denk... oh, dat is ook wel leuk. Oh, dat is ook wel... dan koop ik het. Dus de minieme cadeautjes die wij in het begin hadden... zijn dat nu niet meer. Het zijn nu gewoon heel veel cadeautjes. Ik vind het prima. Ik heb er vrede mee. Weet je, ik bedoel, je kan zeggen wat belachelijk veel. Ja, kan je zeggen. Doe maar. Maar dat is gewoon nou eenmaal wat we... dit jaar gaan doen. Dus de kinderen krijgen heel veel kerstcadeaus. En ik vind het helemaal leuk. Ik vind het helemaal prima. Wat ik ook nog vandaag ga doen. En dat is wel zeg maar een beetje serieus. Is ik moet een uitstrijkje. En elke 5 jaar vanaf je 30ste geloof ik. Krijg je een oproep om een uitstrijkje te doen. En dan gaan ze kijken of je baarmoederhalskanker hebt. En de reden waarom ik hier heel even aandacht aan wil geven. Is omdat je die oproepen gewoon niet moet negeren. Ga. Het is even niet fijn. Je hebt tenminste. Het is voor iedereen anders hoor. Ik heb altijd een heel klein beetje een paar uur zeurende buikpijn. Anderen die hebben er helemaal geen last van. Waarom het belangrijk is, is omdat een vriendin van mij haar oproep een paar jaar geleden heeft genegeerd. Een jaar later of zo is ze alsnog gegaan en ze had baarmoederhalskanker. En de baarmoeder is verwijderd. En dat, ja, weet je, het is gewoon heel erg treurig. Als het een jaar eerder was geweest, dan was de kanker misschien in een minder ver stadium geweest. En dan hadden ze misschien iets anders kunnen doen. Nu hebben ze het gewoon moeten verwijderen. En een deel van de, nou ja, gewoon van de vagina. Klinkt raar, hè? Want mensen die denken altijd dat dat alleen maar uitwendig is. Natuurlijk ook inwendig. En ze heeft een hele zware tijd gehad. En ze is nu nog steeds onder na-controle. En gelukkig is ze kankervrij. Ik ben heel erg blij. Maar ze heeft toen echt op mijn hart gedrukt. Niet dat ik dat zou doen. Maar ze zegt, ga gewoon als je die oproep krijgt. Maak die afspraak en doe het. En dat deed ik al. En ja, weet je, ik wil gewoon dat vrouwen goed voor zichzelf zorgen. En dit soort onderzoeken zijn gewoon echt van belang. En die zijn belangrijk. Dus ga. En ik ga dus ook vanmiddag, heb ik een afspraak om 2:30. En ja, dat is dan zeg maar mijn... mijn dag dat ik me uitstrijk. Ik weet niet wat ik... Ik kom niet op het einde van de zin. Verder gaan... Mark is er niet. Die gaat naar een meeting. Die heeft een meet-up nog wat. Iets met allemaal IT'ers. Matteo die heeft een extra toets van 4:30 tot 5:30. En die moet dus met de metro terug. Dus die komt ook laat. En Mika die gaat huiswerk doen met zijn beste vriend hier na school. Dus er is gewoon allemaal reuring en dingen. En ik ga pannenkoeken bakken. Want dat had ik Matteo beloofd. Dus dat ga ik nu gewoon ook doen. Niet nu, maar vanavond. En nu ga ik even de was aanzetten. En de cadeautjes hier neerleggen om in te pakken. Nou, dat ziet er toch super leuk uit. Allemaal pakjes en gezelligheid. En een boom. En gezellig. Kijk. Hoe mama en Smiley liggen. We are one with the couch. Lang wachten. Nee, het is toch 14, hè? Oh, het is de 14. Dus nog 1 week en 4 dagen. En ik heb al heel veel cadeautjes van mij gezien. En heel veel cadeautjes van mij. Wat een enthousiasme. Wat ben je blij. Wat zit erin? Wat zit erin? Nee, ik weet niet wat erin zit. Kijk, ook de zakjes, daar zitten ook ingepakte cadeautjes.
Ja, stom hè. Je mag er niet aan zitten. Wat zou er in je mag is alleen. Is nog voor mij. Jeetje. Ah. I just want to turn it. Nee, mag niet. Oh, mooi kerstboompje hier. Wow. Leuk, hè? Eindelijk heeft hij het gezien. Het lag er vanmiddag ook al, maar hij ziet het nu pas. Ik ben trouwens net voor mijn uitstrijkje geweest en dat is gewoon altijd gewoon vervelend. Is het niet fijn gevoel? Nee, laten we het daarover hebben. Ja, nou waarom niet? Dat is toch ook mijn leven? Waar zijn jullie cadeautjes? Je hoeft niet echt alles te delen. Nee? Ik denk juist dat het wel belangrijk is om dit te delen. Oké. Je weet nog dat iemand hem niet heeft gedaan, hè, die controle. Oh ja, dat is ja, waar. Precies. Ja. Nee, ik heb het vanmiddag al gezegd, nee, vanochtend. Dus nee... Niet, dit, ook dit mag gedeeld worden. Maar goed, dus ik zit nu, ik heb thee van Mark gekregen. Ik moest hem bijna slaan om een thee te voor mij te maken. Nee. Ik schoot meteen omhoog toen je de deur open deed. Ik ging richting thee zetten en ik begon. En ik wist ook dat je Thai thee wilde, maar dan schoot je melk. Chai, niet Thai. Komt hetzelfde. Nee, Thai is met T-A-I. En chai maakt het met... anders, omdat ja. Ik het anders uitspreek? Het is chai. Ja, het is nog steeds dezelfde thee, ook al spreek ik er wat is uit. Je issue, zeg maar? Je dat ik heel lief ben voor nou, jou. Is dat zo? Duimpje omhoog als ik heel lief ben. Duimpje omlaag. Jongen. Lekker pannenkoekjes bakken. Pannenkoekjes, kijk, dit krijg alleen ik voor elkaar, hè. Kijk. Het is een dubbelwandige glas. Hij lekt ook echt. Volgens mij is hij gewoon helemaal... Ik weet het niet, hoor, waar het vandaan komt. Dubbelwandig. Dit ga ik dus nu weggooien, want dit vind ik smerig. Pannenkoekjes. Ik krijg een pakje in mijn handen geduwd. Want deze heb ik nog niet geopend. En ik heb de vlog niet afgesloten. Dus dat gaan we nu even doen. Toch, Mina? Ja. Ja. Nou, het is een heel licht pakje. En het is een tube. Dus, het is een tube met... Van Corus Wild Rose... sleep facial, nog wat. Dus het is niet crème, maar ik hou niet van roze geur. Al helemaal niet s'nachts. Dus leuk, maar niet voor mij. Ik zie jullie morgen weer. Smile for pretty. Doei!